als de... Nou, even een vlog, ik moet even een vlog maken. Want, nou, ongelooflijk is gebeurd. Ik heb vandaag vrijspraak gekregen. Serieus, voor die zaak van 14 dagen geleden, wacht even, moet het even een beetje zachter zetten. Voor die zaak van 14 dagen geleden in Arnhem, waar ik een eerste aanleg 14 dagen voor had gekregen omdat ik iemand bedreigd zou hebben, is niet zo. Ik ben vaak alleen, dus ben ik altijd te lucht. Ik kreeg vandaag 5 november de uitspraak, ik heb mijn advocaat gebeld. En vrijspraak. Ik heb gewonnen, gelukkig en terecht. Ik heb niet gedreigd. En het is ook niet gebeurd, want diegene waarbij ik aan de deur ben geweest, was mijn verjaardag vorig jaar. En ik had een krat bier gehad, weet je, met mijn jongens wat te drinken en noem maar op in de tuin. En dan had ik mijn fiets gezeten, met twee waar ik problemen mee had. Dus ik zei van luister, kom met mij, praat met me of weg met me, weet ik wat. Maar blijf mijn spullen af. Eén pak is goed op, die zei, ik heb hem niet gedaan. Want, ik zei het tegen de andere man, die begint met de flippen. En je hebt zo'n druk verkocht, noem maar op. Dus ik heb ze zo meteen app. Ik zeg, nou, wat is dat? Het is 24. Die jongen, jouw vader zegt, ik heb je druk verkocht. Ja, zegt hij gewoon, nou, we weten allebei dat het niet zo is, weet je. En noem maar op, er zat leiding bij ook nog. Dus die zag het ook meteen. Maar in ieder geval, we springen dus anders met haar, op mijn verjaardag. En een vriend van me zat er ook bij, en nog drie anderen daar. En hij begint te flippen en hij loopt opeens naar binnen en hij haalt een hamer, staat er vervolgens eerst mee op het meubilair en het houdt een meubilair in de tuin en dan vervolgens wil hij mij de hersenen slaan. 4 politieauto's daar. Hij zegt, meneer, doe die aangifte. Ik zeg, doe die aangifte. Ik zeg, stop voor een stomme vraag. Ik zeg, je gaat naar binnen voor een hamer te halen en ik kom naar mij voor de hersenen te slaan. Ik zeg, het is een poging tot moord, meneer, ik weet niet of je weet. Tuurlijk doe ik aangifte. Ze nemen niet mee. Ik ga met die vriend verder naar zijn ouders, mijn verjaardag verder vieren. Ik kom met samen thuis, ik denk dat ik toch verhaal houden. Dus ik ga met mijn deur, klop de deur. Nou, hij maakt de deur open, hij zag mij, hij gooide gelijk de deur dicht. Dus ik ga naar mijn appartement en ik doe mijn kleren, ik ga in bed liggen. En opeens, na een kwartiertje, klop, politie en beveiliging. Meneer, u bent gearresteerd. Ik ben gearresteerd voor wat? Ja, bedreiging met de mes en dit en dat en dat. Dus ik werd gearresteerd. Hij wil mij 20 met mijn handen aan zijn slaan. Word niet gearresteerd. Als ik er was geweest, had ik eerst 10 jaar weer op het hoofd gezeten. Maar hij niet. Ze zeggen allemaal, ja, we kennen hem van kleins af aan. Ik zeg, ja, en mag ze zich daarom alles permitteren. Maar zijn zoon appte mij ook. Van, ja, Ron, ik zie hem liever vandaag dood liggen dan morgen. En dan hebben ze laten zien, die leiding ook en zo. En maar wel het toeval, vandaag heb ik die uitspraak in de hoge beroep. En ik zie die zoon. En die zoon is echt in Arnhem gaan wonen, omdat zijn vader heeft hem de huttenkolen klein geslagen. Zo'n fan is dat dus. Heel goed vrijspraak dus. En nou is het volgende. Ik heb vorige week die vlog gemaakt over de buitenruimte. En toen had die zoon, die heeft me bedreigd, daar heb ik foto's van. En ik heb ook een filmpje, hebben die moet die pak me in de nek op een gegeven moment. Maar de dag daarna kom ik daar aan en binnen een minuut komt die vent aanstoren. Nou, die geeft mij een been op, die schopt mijn benen onder mijn lijf uit. Ik flik op de grond en ik kom bovenop me zitten slaan met de kop tegen de grond. Politie erbij, wat is nou? Wie gaan ze doorzoeken? Ronnie is weer. De rugzak doorzocht, alles noem maar op. Dus ik weet niet wat die vent heeft gezegd, maar noem maar op. Maar ik heb de dag van tevoren toen er was. Heb ik al een filmpje gemaakt met 3 getuigen erbij. Stond hij bij de politiebus, staat ook op YouTube die vlog. Van verder dat ze nou zeggen niks gedreigd hebben. Zo, maar ik heb een foto van een half uur ervoor hoe zijn zoon en zo zit te dreigen. Maar de politie is nou moeilijk aan het doen. En ze zeggen van ook die vlog wat ik heb gemaakt, ik geloof 133-2. Van onschuldig veroordeeld door politie. Zegt hij, ja, je hebt laatst ook wel een bekeuring gekregen, zegt hij, voor buiten drinken. Dat is helemaal niet waar, ik heb geen bekeuring gekregen. Ja, van Marieke of zoiets geloof ik. Zegt hij, want ik was toevallig op de parkeerplaats en ik heb gezien dat jij uit de blik dronk. Ik zeg, nou, lijkt me iets sterk, want die was niet van mij. Ik had mijn blik in de tas, heb ik ook laten zien of vlog. Ja, nee, zegt hij, dat was daarna, zegt hij. Toen had je gedronken, toen had ik gezien dat je gedronken had. Dus met andere woorden, hij had die vlog gezien. Maar hij wil dus nou, willen ze met terugwerkende kracht met die bekeuring alsnog geven. Maar ik heb het daar niet gehoord, ik heb mijn blik in mijn tas. Want ze zegt zelf, of vlog, ik heb gezien dat jij dat toch hoorde.
En vervolgens, even daarna, zegt ze, ik heb reden om aan te nemen dat jij dat daar gegooid hebt. Nou, als je regisseur, die heer B, ik zal zijn naam niet noemen, als hij daar op die parkeerplaats aanwezig was geweest, dan had hij toch wel gezegd op dat moment van, hey, jij hebt daar net uitgedronken, ik heb het gezien en zo, weet je. Maar het is niet zo, die was niet van mij, die blik. Ik heb mijn blikjes in de tas. Dus zo'n smerige spelletje spelen ze. Voor, ja, zegt hij, je weet toch dat je dan ongeloofwaardig bent en zo. Ik luister, ik zeg, ik heb geen zin dat wel eens niet, te spelletje. Ik heb niet gedronken daar, het blik was niet voorbij. En dan kwam het mooiste, als hij dat gezien heeft, nou, dan kunnen ze via zijn data zien of hij daar geweest is op dat moment. En dat kan ook niet, want punt 1, ik heb niet gedronken, was niet voor mij. En punt 2, is bullshit. Ze willen me gewoon het leven zo moeilijk mogelijk maken. En nou dus met die gast, die heeft aangifte gedaan, weet je, van bedreiging, terwijl hij mij mishandeld heeft. Maar het mooiste is, ik heb die filmpjes en er hangen overal filmkamers en de politie kwam tussen mij doorzocht toen ik die zondag. En ik zeg, luister, er hangen overal kamers, jullie kunnen allemaal zien wat er gebeurd is. Ja, zegt ze, maar er is geen geluid bij. Ik zeg, nee, dat klopt. Ik zeg, maar jullie kunnen wel zien, ik ben hier net een minuut. Ik zeg, jullie wel, kunnen wel zien of mijn lippen bewogen hebben toen hij de winkel uitkwam. Ik zeg, dat is niet. Dus kijk het nou. Maar ja, het gaat om mij, dus beelden zijn wel weg. Maar niet uit, die heufter heeft dus aangifte tegen mij gedaan voor bereiking. Maar niet weten net dat ik die foto heb, hoe hebben ze zo mij eens bedreigen. En dat filmpje waar ik van tevoren al zeg, wedden dat hij nou gaat zeggen dat ik hem bedreigd heb of zo. Dat was het dag voor. En wat gebeurt de dag daarna toen hij me mishandelde? En hij zegt, ik weet ook niet wat hij gezegd heeft, of hij zoon heeft gezegd, maar dan vind ik het nog een hele slechte zaak als je vader-zoon relatie zo is. Dat is een slechte relatie, als een paar zich door zijn zoon zo laat opvolgen. Mooi is dus nog, ik heb niet eens tegen een huis geplaatst. Ik had tegen een muur geplaatst, een 10 meter lange muur. En dan is een meter volgens, of zo'n klein muurtje met 30 centimeter de breedte. Nou, het lijkt net een hele grote Ierlingen waar, lijkt het net. Dus maar goed, dan kun je naar mij toe komen als zoon zijn. En zeg van, luister, ik heb gezien dat je net hebt gepist. Ze willen het niet meer doen, weet je, ik woon daar en het is niet zo net en zo. Hij gezegd, ja, dat doe ik niet meer inderdaad. Ik ga ergens anders, weet je, of ik ga met de kroeg naar binnen of noem maar op. Maar hij komt meteen naar me zo, als jij dan nog eens pest bij de politie, noem maar op. Ja, moet je bij mij niet doen, meteen dreigen met de politie en zo. Ja. En wat ik ook zei op die ene vloog, en toen ging, ja, ik was eigenlijk in de Rabobank met de automaat gegaan, die is daar ook. En ik was in de automaat gegaan, maar dan kom ik weer daar langs terug en ook door de paardje van de Lieden. En heel nou toevallig zie ik hem met zijn vriendinnen daar wel wonen, lopen. Dus wat doe ik lul, die ik bij hem vloog, zeg, ja, ben ik ook wel een lul, en, ja, kom ik wel vooruit. Ik sta voor ik zeg. En ik zeg, ik heb meer gepist, hè. Zeg, je durft, hè. Daar heb ik een hele vloog gezegd. Ik had niet gepist, ik was naar Rabobank gegaan, maar ja, ik denk, wacht even. En die oude heer, nou ja, ziek gewoon, en ik krijg vangenpakzaken, maar zo. Hij schopt me met een been, ik heb nou nog een dikke bul op mijn been, 14 dagen later. En ik had me voorgenomen, dan toen ik naar Arnhem naar de rechtbank ging, 14 dagen geleden. Ik denk, ik ga naar het openluchtmuseum. En ik ben gestrompeld, ik ben echt gestrompeld. Toen ik naar het Afrika Museum ging, dat was nog een heel stuk. Toen zei zo'n man in zo'n busje, zei hij, nou, ik zie je zo strompelen. Toen zei hij, waar moet je naartoe? Ik zei, naar het Afrika Museum. En ik heb pijn gehad, maar boeien niet, ik ben er doorheen gekomen. En ik heb 3,5 uur op het EHBO gezeten. Ik denk, die slaat je nog dood, die sloeg me met de kom op de tegen. En ook dat is poging tot moment. Hij kwam me voorbedacht te gaan op mijn afstormen. Ja, en hij deed dat, dus dan heb je tijd genoeg gehad om erover na te denken. Dus dan is het toch poging tot moord. En ik heb bewijzen dat zijn zoon eerst heeft gedreigd en 3 getuigen. Dus ook dat kwam goed, maar ze maakt me zo het leven zuur. En vandaag spreids maken voor iets wat ook echt zo is. Ik heb zo vaak onschuldig gezeten eigenlijk. Ik heb nou een cam, zo'n videocam om te hangen, dat ik alles kan opnemen. Dat altijd kunnen zien dat ik nooit dreig of wat dan ook, dat ik in vliegkwaad heb. Ik moet er wel, ik moet een camera ophangen, zodat ze zien dat het niet klopt. Maar zo is ergens het. En daarom wil ik ook zo snel mogelijk weg uit dit kut Alpenland, uit de Bananenrepubliek. En nou, ga ik een joint roken. Ga dat ik naar een vriend. En ik ga een halve avond krijgen. Eindelijk gerechtigheid. Eindelijk. En ik kreeg in eerste aanleg 2 weken gevangenisstraf. Ik
denk, ik moet een hoger beroep, ik heb het niet gedaan. En ze hadden het niet eens over een eerste aanleg over wat het smiddags is gebeurd met die hamer. En dan vroeg hij me ook een hoger beroep. Zegt hij, wat is de reden waarom dat je een hoger beroep gaat? Ik zeg gewoon omdat er langs het feit werd afgegaan dat ik het smiddags door die vent met een hamer word bedreigd die weer met de hersenen inslaat. 4 politieagenten daar. En ze vragen, wil je aangifte doen? Ik zeg, wat denk je zelf? Hij wil met de hersenen inslaan, een poging tot moord. Natuurlijk doe ik aangifte. Als ik het zo doe, krijg ik 10 jaar of ik kom nooit meer vrij. Ze nemen hem niet, nee. Sterker nog, als ik op 1 uur 's nachts verhaal wil halen, word ik meegenomen. Ik word gearresteerd. En zo werkt het echt, mensen. Zo gaat het, dat is mijn leven. En die teringleier nou ook niet, want dat is een foto van internet. En ja, filmpjes en foto's, hier komen ze niet mee weg. Niet meer. Jongens, doe domme dingen, doe ik ook niet. Het gebeurde, maar ik doe het niet, maar het gebeurde. Later.